Welkom bij mijn make-up koopverslaving. Ik ben naar het Kruidvat geweest en ik heb twee nieuwe foundations gekocht. En ik heb heel even getwijfeld of ik een pony zou nemen, maar ik heb het niet gedaan en daar ben ik toch wel heel erg blij mee. En ik heb net een pakketje binnengekregen en dat wilde ik ook even laten zien. Maar ik heb om 9 uur zangles online. Ik film heel even met mijn telefoon, maar leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben even een stukje aan het lopen. En ik ben gisteren naar de kapper geweest, maar ik zal het straks even goed laten zien als ik weer thuis ben. Naar de kapper. Ik ben niet naar de kapper geweest, want die zijn dicht. Maar mijn zusje die kan knippen, want zij doet daar een opleiding voor. Dus daar heb ik heel veel geluk mee, dus toen heb ik mijn haar kunnen laten knippen. Ik hoop eigenlijk niet dat jullie me horen, want er staat heel veel wind. Je ziet het ook hoe koud het is aan mijn hoofd. Maar ik had het echt even nodig. Ik probeer wel vaak een rondje buiten te lopen, maar het is niet mijn favoriete bezigheid. Maar het was nu echt wel even nodig, dus ja. Hallo! Oké, het is vandaag dinsdag en ik ben inmiddels redelijk aangekleed. Ik heb wel nog een pyjamabroek aan en daaronder nog een sportlegging, omdat ik het heel erg koud had. Maar ik heb vanochtend al lekker gestudeerd met mijn vader op kantoor. Had ik gisterochtend ook gedaan. Maar gisteren had ik natuurlijk wel een stukje gevlogd. Maar gisteren voelde ik me echt oprecht zo niet lekker. Ik weet niet, ik had gewoon echt niet mijn dag. Ik ben echt de hele dag misselijk geweest. Hoofdpijn. Nou, het was gewoon niet echt een fijn dagje gisteren. Dus ik heb heel lang in mijn bed gelegen en ben dus in de middag gaan wandelen. Goed, toen heb ik dus niet zoveel gevlogd. Want ik durfde ook niet echt te vloggen. Want ik was eigenlijk al wel weer een beetje bang dat ik dan reacties ging krijgen van... Oh, je moet je echt laten testen, bla bla bla. Maar ja, ik weet niet. Ik voel me vandaag eigenlijk weer heel erg goed. Dus ik denk dat ik gewoon gisteren gewoon even niet mijn dagje had. Vandaag voel ik me eigenlijk weer helemaal goed. En nu zien jullie ook mijn kapsel goed. Dat wilde ik vooral nog even laten zien. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik vind het heel erg leuk. Ik heb nu ook mijn haar een beetje gekruld. Ik heb dit afgelopen zomer natuurlijk al gehad. En toen was het denk ik ietsje langer dan dit. Maar echt, I love it. Ik vind het zo leuk. Het is wel wat meer werk. Want als ik er niks aan doe, dan hangt het echt zo voor mijn gezicht. En dat is minder. Dus ik moet het wel echt altijd feunen. En mijn best ervoor doen, want anders ziet het er gewoon echt niet uit. Maar ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik vind het echt heel erg leuk. En het geeft gewoon net even wat extra's of zo. Ik weet niet. Anders ben ik zo standaard of zo. I don't know. Maar goed, ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Het zijn dus eigenlijk gewoon curtain bangs. En het zijn bijna... Het is echt gewoon bijna een pony. Kijk, het zit gewoon iets over mijn ogen heen. En ik heb heel even getwijfeld of ik een pony zou nemen, maar ik heb het niet gedaan. En daar ben ik toch wel heel erg blij mee, want ik vind het toch wel heel fijn dat ik dit ook gewoon opzij kan doen. En dat kan met een pony ook wel, maar dan wordt het natuurlijk gewoon echt heel kort. En nou ja, ik ben gewoon heel blij met hoe het nu is. En nu kan het ook gewoon lekker nog wel groeien. En dan, als het dan tot hier is of zo, is het nog steeds wel leuk. Dus ik ben er gewoon echt ontzettend blij mee. En ik heb net een pakketje binnengekregen en dat wilde ik ook even laten zien. Een pakketje van AliExpress. Tenminste, ik denk dat die van AliExpress is. Ik weet het bijna zeker. Dus ik ga hem openmaken. Ik denk dat ik weet wat erin zit. Dan nog een pakketje. Nou, wat ik heb besteld is dit. Het is een toetsenbordje en die heb ik gekocht voor mijn iPad. Zodat ik op mijn iPad ook kan typen, want dat vind ik wel heel erg prettig. En dit is dus een toetsenbord met een, hoe heet het nou, een trackpad. Dus als het goed is werkt dat dan ook met je iPad. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een soort laptop. Ik ben echt heel benieuwd of het gaat werken. Dat ga ik zo meteen even uitproberen beneden. Daar ligt mijn iPad. Maar mijn opa is nu ook beneden, dus vandaar. En hij was iets van 13 euro denk ik op AliExpress. Terwijl nieuwe toetsenborden veel duurder zijn en heb je vaak niet eens zo'n trackpad erbij. Ik wilde eigenlijk het allerliefst zo'n hoesje, zeg maar waar de toetsenbord dan aan vast zit, zodat je hem echt makkelijk mee kan nemen. Maar als ik dat zou nemen, dan werd het een stuk duurder. En als je boven de 22 euro op AliExpress bestelt, heb je kans op invoerrechten. En daar had ik niet zoveel zin in. Die toetsenborden waren allemaal rond de 30 euro, wat niet heel duur is, maar...
dat gaat gewoon niet werken. Dus toen ben ik uiteindelijk voor deze gegaan. En ik denk dat het ook wel prima is. Oké, het is inmiddels avond. Maar ik dacht misschien is het wel leuk als ik nog eventjes laat zien hoe de toetsenbord werkt. Nou, hij staat nu aan volgens mij. En dan ga je naar settings. Bluetooth. En dan doe je FNC. En dan is hij nu gelijk connected. Maar normaal zou je dan er nog op moeten drukken. En ik heb hem dus uitgetest. En dan kijk, hij doet het. Nu gebruik ik hem. Maar ja, hij is het niet optimaal. Als in, ook als ik ga typen. Ook dit, ik klik er niet eens. Hij is gewoon een beetje... Hij reageert niet heel goed op wat ik doe, zeg maar. Dan gaat hij opeens naar een andere app en zo, wat ik helemaal niet wil. Dus, nou ja. Het is niet het beste toetsenbord. Ik moet eerlijk met jullie zijn. Maar goed, hij werkt. En ja, hij was ook niet duur. Maar ja, ik had er alsnog wel iets meer van verwacht. Ik weet niet, hij typt gewoon echt heel traag. Ik moet nu even met één hand. Ja, zul je net zien dat hij het nu best wel oké doet. Maar hij slaat soms gewoon dingen over en dat is gewoon vervelend. Maar goed, ik ben er op zich alsnog wel blij mee. En voor wat makkelijke typewerkjes is het best wel oké. En ja, ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Ik weet niet, het is niet het beste toetsenbord, maar het werkt op zich wel. Dus goedemorgen, het is vandaag donderdag en het is 8:15 ochtends. Dat is iets wat ik niet meer gewend ben. Dat is heel lang geleden dat ik zo vroeg opstond. Maar ik heb om 9:00 zangles online. Dus ik ga zo meteen naar het kantoor van mijn vader op de fiets. Terwijl het vriest buiten. Vandaar ook dat ik deze extreem lelijke muts op heb. Maar goed. Let's go for it. Oh my god. Guys, ik ben echt zo excited. Het is vandaag donderdag. En ik heb eergisteren een pakketje besteld bij Douglas. En dat is binnengekomen. Nou, sinds deze hele lockdown ben ik echt weer helemaal bezig met make-up video's kijken. Ik moet trouwens heel even dit onderbreken. Want waarom lijkt mijn haar oranje? That's better. Ik dacht echt, what the fuck? Maar goed, ik ben dus helemaal weer een beetje into the make-up. Dat ben ik helemaal vroeger ook heel erg geweest. Zeg maar tot aan mijn 16e ongeveer, denk ik, was ik super verslaafd aan make-up. Ik vond het echt zo leuk en zo leuk om te kopen ook. En daarna heb ik dat eigenlijk heel veel jaren niet meer gehad. En ik droeg wel gewoon make-up, maar ik vond het allemaal wel prima wat ik in mijn collectie had. Daar ben ik heel veel video's er weer over aan het kijken. En dan voel ik toch wel dat het me wel excited maakt of zo. Omdat ik altijd gewoon heel erg daarmee bezig ben geweest. Maar ja, dus ik heb make-up gekocht. Goed, nou, welke ik heb gekocht is de Too Faced Melted Matte Liquid Lipstick in de kleur Poppin' Corks. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. En een lipgloss van Morphe, want een lipgloss was wel echt iets wat ik nodig had, want ik heb gewoon geen lipgloss. En uiteindelijk ben ik voor deze gegaan van Morphe. Was iets van €11, geloof ik, bij Douglas. En dit is in de kleur Freebird. Deze is wel ietsje duurder, maar ik was echt op zoek naar een nieuwe liquid lipstick die echt goed zou zijn. Mijn ultieme favoriete liquid lipstick is namelijk die van Kylie, de Kylie Lip Kit. En die heb ik ook ooit besteld vanuit Amerika. Maar die zijn nu op. En dat is echt een pijn in mijn hart. Ik meen het. Want die heb ik zoveel gedragen. En ja, I don't know. Echt, ik hoop gewoon zo dat het ooit in Nederland verkocht wordt. Want dan ben ik echt oud. Want dan koop ik er echt veel. Ik was aan het twijfelen of ik echt een nude kleur wilde. Of juist iets meer, ja, toch iets spannenders. En uiteindelijk ben ik voor deze gegaan. En ik denk dat het wel een goede keuze is. Ik denk dat het een beetje een wat donkerder wel is. Mega excited. Ze hadden zo veel mooie kleurtjes. Ik kon zo niet kiezen. Ik stond bijna op het punt om er twee te kopen. Omdat ze zoveel mooie kleuren hebben. Maar ik ben uiteindelijk voor deze gegaan. En ik denk dat het wel een goede keuze is geweest. I love it. Oké, we gaan eerst even deze lipgloss proberen. Ik heb verder dus echt helemaal geen make-up op. Dus dat is een beetje... Dan zie je niet echt... Tenminste, ik vind dat niet zo mooi. Ik vind wel dat je hele make-up moet hebben gedaan. Maar goed.
Ja, I love it. Oh my god. Oh, I like this. Ja, het is dus niet echt een super shinende lipgloss, wat ik persoonlijk heel erg fijn vind. Maar er zit wel gewoon een mooi glansje op en ook een heel licht een kleurtje. Het is een beetje een, ja, een nude. Beetje richting bruin. Ja, echt love it. Ik vind hem echt super mooi. Even nu we toch over dit onderwerp bezig zijn. Lijkt het jullie leuk als ik binnenkort een make-up routine laat zien? Want dat heb ik echt nou al 100 jaar niet meer gedaan op mijn kanaal. En ik vind het zelf de laatste tijd dus heel erg leuk om weer te kijken. Dus laat even weten of jullie dat leuk vinden. Want dan ga ik daar misschien een video over maken. De Melted Matte Liquid Lipstick. Hij schijnt super fijn te zijn. Daarom heb ik hem natuurlijk ook gekocht. Er zijn super veel goede reviews over te vinden. Dus ik ben echt mega benieuwd. Dus let's go. Ik vind hem in ieder geval in de verpakking al echt heel mooi uitzien. I'm so happy. Oh my god. Look at this color. How pretty. Hij voelt echt mega chill aan. Ik weet nu al dat ik hier nog een kleur van wil. Dit is echt geweldig. Maar ja, ze kosten wel €20 per stuk. Dus het is niet mega goedkoop. Hola, het is vandaag vrijdag. En er zweeft een haar boven mijn camera. Ik heb nu de lipstick op met gewoon hele full face make-up. En nu vind ik hem echt nog veel mooier. Het is dus vandaag vrijdag en ik heb weer enorm lang uitgeslapen. Omdat ik eigenlijk deze hele week... Nou, dat is niet waar. Ik heb woensdag ook uitgeslapen. Maar maandag, dinsdag, donderdag moest ik echt vroeg mijn bed uit. En dat was ik niet meer gewend. Dus vandaag dacht ik... Ik ga uitslapen. Dus ik heb het heel rustig aangedaan vanochtend. Het is nu 2:30 of zo. Ja, wat ik verder vandaag ga doen, geen idee. Waarschijnlijk weer alleen maar chillen en niks nuttigs doen. Want dat is een beetje mijn leven op dit moment. Dus ja, ik ga nu heel even wat lunchen. En ja, dan zien we wel wat deze dag weer gaat brengen. Waarschijnlijk ga ik weer online shoppen. Dat doe ik namelijk elke dag en ik word helemaal gek van mezelf, want ik wil alles hebben. Welkom bij mijn make-up koopverslaving. Ik ben naar het Kruidvat geweest en ik heb 2 nieuwe foundations gekocht. Dat was ik eigenlijk al wel een beetje van plan, maar goed. Dit is de L'Oreal True Match Foundation. In de kleur Ivory. En ik heb er 2 gekocht omdat het 1+1 gratis was. Het enige is, ik kon het natuurlijk niet testen in de winkel of het een goede kleur was. Dus het is echt een beetje op de gok. Maar het is een van de lichtste kleuren. Dus dat moet wel goed komen. Ik kijk de laatste tijd dus, nou of eigenlijk de afgelopen dagen, heel veel naar het YouTube kanaal Sof Does Life. En zij is Engels en zij maakt video's over make-up. En ik vind haar echt super leuk om naar te kijken. En zij vond dit een hele fijne foundation. En ik heb eigenlijk geen foundations meer. Vroeger droeg ik dus wel foundation. Toen ben ik op een gegeven moment meer overgestapt op dit soort producten. Dus meer tinted moisturizers. En gewoon niet zulke hele dure foundations. En nu dacht ik, ik ga het gewoon weer een keer proberen. Ik hou er gewoon niet heel erg van als foundation zo heel dik op je huid ligt. Want... ja, ik heb het liefst wel dat ik gewoon mijn eigen huid nog wel gewoon zie, weet je wel. Het hoeft niet zo'n super cakey effect te hebben. Maar waar ik me wel bijvoorbeeld heel erg aan irriteer, is dat mijn rode huid er vaak doorheen komt. Want ja, ik draag geen foundation, dus het is niet dekkend genoeg om dat, zeg maar, te dekken. Dus wat dat betreft wilde ik heel graag weer een keer foundation proberen. En deze had dus Sophie aangeraden. Deze foundation kost €17. Maar het was nu dus 1+1, dus ik heb er nu 2 voor €17, dus dat is wel chill. En mijn camera is bijna leeg, dus als die uitvalt, dan stap ik even over naar mijn iPhone. Oké, hij was uitgevallen. Dat had ik al verwacht. Maar goed, ik heb hem opengekregen. Deze. Ik ben zo zenuwachtig, want als dit niet de goede kleur is, ga ik echt huilen. Want dan vind ik het toch wel heel erg balen dat ik €17 heb verspild. Het is dus een pompje en dat vind ik echt mega fijn. Oeh. Is heel zacht. In 1 pompje echt best wel veel uit. Dit is de kleur op mijn hand. Jullie kunnen het niet zo heel goed zien, maar hij is een beetje aan de roze kant.
Terwijl ik volgens mij iets meer een gele... Nou, ik weet eigenlijk nooit wat voor ondertoon ik heb. Ik denk wel dat die goed gaat zijn eigenlijk. Als ik het zo zie. Ik denk wel dat het een goede match is. Ik ga hem heel even op mijn hand met mijn beauty blender uitstippen. Maar dit gaat wel werken. Oké. Gelukkig. Ik ga hem nu niet op mijn gezicht uittesten. Dat ga ik morgen doen. Als ik mijn make-up weer ga doen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en mama en ik gaan vandaag even mijn kast dicht doen. Mama en ik gaan vandaag even wandelen. Het is best wel mooi weer, het is denk ik wel heel erg koud, maar het zonnetje schijnt wel. Dus dat is wel heel erg lekker. Dus ja, dat staat er op de planning vandaag. En ik heb trouwens nu mijn nieuwe foundation op en hij matcht echt perfect met mijn huidskleur. En hij is ook echt heel fijn. Hij was echt super dun. En dat vind ik echt mega prettig. Maar wel heel dekkend. Dus ja. Very blij mee. Nou, mama en ik zijn al. We zijn een uur aan het lopen. We zijn al een uur aan het lopen. Ik zeg al. Dit hoort eigenlijk een route van 3 uur te zijn. Maar we zijn nu alweer onderweg terug. Maar ik vind het goed hoor. Ik heb straks... denk ik wel dik een uur of langer gelopen. Je kan me een watje noemen, maar ik ben helemaal niks meer gewend. Ik vind het wel weer mooi geweest. Het is bijna half uur. Nou, ik vind dat we echt een heel groot rondje hebben gedaan. Eerlijk, ik loop nooit zoveel. Ja, ik vind het echt wel een groot rondje hoor. Het is op zich wel mooi weer, dus dat is wel weer een voordeel. De zon schijnt, wat heel leuk is, maar aan de andere kant, ik heb de hele traanogen ervan. Dus volgens mij zit mijn mascara overal. Maar goed, dat maakt niet uit. Zoals je ziet, schijnt wel lekker de zon. Oh, kijk, daar is hij. Jezus. Dus dat is wel lekker. Mama loopt wel aanzienlijk sneller dan ik. Maar dat geeft niet. Oké, het is inmiddels avond en ik was net aan het douchen. En toen had ik... Ojo, hoorde je mijn arm? What the fuck? Oké. Maar goed, toen had ik opeens het geweldige idee om mijn kamer te gaan opruimen en uitzoeken en zo. Ik bedoel, opruimen doe ik best wel vaak, maar echt als in opruimen. Want er liggen gewoon best wel veel dingen hier in mijn kamer wat ik eigenlijk niet meer gebruik. En ik moet dat voor mezelf gewoon gaan uitzoeken. Ik ben buiten aan van de trap. Oké, dus dat ga ik nu doen. Ik ga het niet heel uitgebreid filmen, omdat ik als ik ook moet filmen, dan ik kan dat niet. Twee dingen tegelijk. Ik vind dat heel knap dat YouTubers dat kunnen. Dus hun hele kamer opruimen en filmen. En dat, nou, dat, daar kan ik niet tegen. Dus ik ga jullie gewoon even af en toe een update geven van wat ik heb gedaan. Ik ga beginnen met deze la. Dit is een la met voornamelijk sportkleding. En niet alleen van mij, ook van mijn moeder. Maar hier ligt zoveel in wat ik volgens mij never nooit meer aan ga trekken. En de dingen die van mijn moeder zijn, die gooi ik gewoon bij haar op bed. Die mag ze zelf uitzoeken. Maar deze la moet echt even aangepakt worden. En ik hoop echt dat ik hier gewoon even heel veel van weg ga doen. Want ik draag dit allemaal gewoon niet meer. Het is echt gewoon onzin. Ik heb uiteindelijk een hele vuilniszak weggedaan met al die sportkleding en ja... Het waren gewoon allemaal dingen wat hier echt voor helemaal niks lag. Want ik keek er niet eens meer naar. En in mama de kamer ligt ook nog een hele stapel. Maar dat is allemaal van haar. En dan wat er over is, zit er in deze la. Mijn chill pyjama setjes. En dat. Maar ik draag eigenlijk ook helemaal geen pyjama meer. Dus ja, ik heb nu gewoon nog heel veel ruimte in deze la. Bijvoorbeeld dit gaat uiteindelijk ook weer mee naar Tilburg. Want dat heb ik nu meegenomen. Dus ja, dat is gewoon echt heel chill. En wat ik nu ga doen is denk ik even deze la. Ja. En dit zijn dus allemaal pennen en potloden en weet ik het wat. Wat ik allemaal letterlijk niet gebruik. Dus ik ga dit allemaal gewoon weggooien. Waarschijnlijk bijna alles. Want ik heb in Tilburg ook gewoon deze dingen liggen. Dus het slaat gewoon nergens op dat ik dit allemaal heb. En beneden hebben we ook nog in een kast allemaal... pennetjes en weet ik het allemaal wat. Dus ik ga hier gewoon echt heel veel van weg doen. Want dit is allemaal onzin. Dus ja. Ik besef me nu dat ik helemaal geen update meer heb gegeven. Maar goed, ik heb best wel veel opgeruimd. Deze la is helemaal leeg. Dus dat is echt super goed. En even kijken. Even omdraaien.
Deze la ziet er nu zo uit. Dit zijn ja allemaal troepdingetjes, maar toch dingetjes die ik nodig heb. Snap je wat ik bedoel? Dus nou ja, dit ziet er nu ook wel prima uit. Even denken hoor. Ja, hier zit voornamelijk dus make-up in en pennen en dat soort dingen wat weggaat. Dit moet meer naar beneden. Dit is die sportkleding en zo. En ik heb nog één jurkje weggedaan. Dit panterjurkje, die draag ik echt nooit. Ik weet er niet zeker over of ik hem ga houden. Maar voor nu even wel. Dus dat zien we nog wel. En ja, dat was het wel. Ik wil alleen graag die la daarachter nog even opruimen. Maar daar heb ik nu geen zin meer in. Want ik ben hier al een uur mee bezig geweest. Dus, nou ja. Ik zie er ook echt niet uit. Wat doet die pony? Die pony die hoort gewoon zo te vallen. Het is geen schuine pony. Getverdemme. Maar ik zie er sowieso niet uit. Dus, dat is top. Ik heb hier nog allemaal zakdoekjes gevonden. Ik ga zo even kijken waar ik dat heen ga doen. Maar goed. Ik ben klaar voor vandaag. Dus top. Hola. Ik moet deze vlog nog afsluiten. Sorry dat ik er trouwens zo bij zit. Maar ik heb het echt niet normaal koud. Dus ik heb even mijn capuchon op. Omdat ja, dat geeft gewoon warmte. Maar goed. Ik moet deze vlog nog afsluiten. Ik heb gisteren de hele dag niet gevlogd. Omdat ik me echt helemaal niet lekker voelde. Ik heb echt bijna de hele dag weer in bed gelegen. Dus dat was niet heel chill. Maar goed. Ik voel me nu weer helemaal goed. Dus dat is fijn. Nou. Ik ga nu een nieuwe vlog beginnen, dus ik ga deze nu afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Abonneer even op mij als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou ik echt super fijn vinden. En je kan me ook altijd volgen op Instagram. Daar ben ik ook vrij actief, dus dan weten jullie dat. En ja, dan hoop ik natuurlijk dat jullie volgende week vlog weer lekker komen kijken naar mij. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!